voor de mensen thuis en de mensen die meekijken op afstand. Welkom bij de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie voor Koningsrijksrelaties. Ik heet welkom de Kamerleden van de VVD, mevrouw Kamminga. Het Kamerlid van de VVD, mevrouw Kamminga, en het Kamerlid van D66, mevrouw Wuiten. En de ondersteuning en de mensen die hier aan de andere kant van mij zitten. Er is geen regeling van werkzaamheden. Er is wel één mededeling. Ik vind het leuk dat ik dat als voorzitter mag doen. En ik ben trouwens uw vervangend voorzitter vandaag. En de blijde mededeling is dat deze commissie een nieuwe commissieassistent heeft. En dat is mevrouw Kleiwegt. En ik heet u echt van harte welkom op deze plek. En ik wens u heel veel werkplezier. Dat bekrachten wij zeker, voorzitter. Voor de tweede keer. Welkom en succes. Fijn. Dan stel ik voor dat wij verder gaan met agenda punt 2. Dat is de brievenlijst. Dat is één pagina. Ik ga ervan uit, of ik kijk even naar mijn collega's of er vragen of opmerkingen over zijn. Mevrouw Wuiten van D66. Ja, voorzitter. Zou het mogelijk zijn om met betrekking tot het eerste punt, zaak 1, brief derde, Rainbow Warriors Core Foundation te Oranjestad. Zou het mogelijk zijn of wij geïnformeerd worden door EZK, de minister, over dat programma van die klimaatconferentie? Want er is wat verwarring over wie kan deelnemen. Is het maatschappelijk middenveld bijvoorbeeld uitgenodigd? Kunnen wij misschien geïnformeerd worden? Dan kunnen wij ons werk beter ook doen en met de juiste informatie. Ja, dank mevrouw Wuiten. Twee punten. We zullen het verzoek doorgeleiden aan het ministerie. En in verband met privacy benoemen wij niet meer de titels van brieven, maar alleen het nummer. Maar dat is dan voor deze keer gegaan zoals het gegaan is. Dank voor die correctie. Dan kijk naar mevrouw Kamminga, want we zijn een heel klein gezelschap. Had u nog op een aanmerking op de brievenlijst? Nee. Mevrouw Wuiten. Ja, want we zouden het natuurlijk in één keer doen. Bij het vierde punt zou het mogelijk zijn om dat toe te voegen aan een nog te plannen verzameldebat KAS. Ja hoor, dat kan. Dan ga ik nu verder naar agenda punt 3, de wet en regelgeving en de stukken die daar op de agenda staan. En dan is het derde punt, de bijgestelde planning wetswijziging Wolbes en Finbes. En het voorstel is voor kennisgeving aannemen. Ik kijk naar de leden. Ik zie mevrouw Kamminga. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Dat is meer naar aanleiding van en omdat het over wet en regelgeving gaat. Dus dit is helemaal prima, dus akkoord met dit voorstel. Maar het deed me wel weer denken aan de CA, de RAFT is het eigenlijk. Ik moet zeg maar even de afkorting dan, hoe het daarmee staat. Of we daar misschien toch eens een keer kunnen vragen naar het departement, naar een stand van zaken. Ik hoor van mijn linkerkant dat deze commissie ook al eerder een rappel heeft gedaan op de informatie hierover. En dat gaan wij dan nu alsnog doen met hoofdletters. En ik zie mevrouw Kamminga knikken. Dan stel ik voor dat we doorgaan naar punt 4, de onderlinge regeling samenwerkingen bij hervormingen. Het voorstel is ter bespreking betrekken bij de behandeling van het jaarverslag en de slotwet Koningsrijksrelaties en Bestfonds 2023 of apart behandelen. Mevrouw Kamminga. Ja, dank u wel. En ik realiseer me dat als het op een stemming aankomt, dat niet meetelt. Maar ook mede namens mevrouw Van den Berg zouden de VVD en het CDA hier in ieder geval graag een apart debat over willen hebben. En dan bij voorkeur ook ergens, in de maand mei als het zou kunnen. Want dan zodat het niet helemaal mosterd aan de maaltijd is. Ik kijk in het grote gezelschap toch ook naar mevrouw Wuiten. Ja. Mevrouw Wuiten. Ja, instemmen natuurlijk en steun daarvoor. Wel de suggestie om het misschien een verzameldebat kast te maken, dat er één of twee andere onderwerpen kunnen worden toegevoegd. Zo is er bijvoorbeeld, voorzitter, het punt met betrekking tot de beleidsdoorlichting. Ik zou me kunnen voorstellen dat we dat bijvoorbeeld mee kunnen nemen in zo'n kast verzameldebat, zonder inderdaad het risico te lopen dat het te ver naar voren wordt geschoven. Dat wel met die opmerking. Maar even voor de notulen. U stemt in met het voorstel van mevrouw Kamminga. Ja, met de suggestie dat het meer een breder, dat er meerdere onderwerpen kunnen worden toegevoegd. Met de kas betreffende, dus Curaçao, Aruba en Sint Maarten. We hebben de gewoonte om een beetje verzameldebat best te doen en dan een verzameldebat kas. Dus als er één of twee onderwerpen aan kunnen worden toegevoegd, stem ik daarmee in, ja, voorzitter. Ja,
Ik zie mevrouw Kamminga ook knikken bij deze toevoeging. Mag ik wel iets op toevoegen? Dat mag zeker. Voorzitter, want inderdaad, wel met die verstand en die opmerking maakt, hoorde ik mevrouw Wuits ook wel maken, dat niet daardoor het verder in de tijd komt. Of kijken of het nou de laatste week van mei wordt of de eerste week van juni. Maar ik zou het eigenlijk juist wel fijn vinden om het voor het IPCO te doen. Want dan kunnen we ook kijken en niet eroverheen te tillen. Ja, dat staat genoteerd. Dan gaan we door naar agenda punt 5, de intentiebrief Economische Ontwikkeling Caribisch Nederland. Deze is reeds behandeld. Zijn er nog op- of aanmerkingen? Punt 6, uitstel kabinetsreactie op het rapport van Amnesty International Curaçao. Weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen. Het voorstel is voor kennisgeving aannemen. Ik zie de leden knikken. Agenda punt 7, verslag van het schriftelijk overleg over comply or explain, wetgevingsoverzicht. Waarbij het voorstel is betrekken bij de behandeling van het jaarverslag en de slotwet. Dan kijk ik naar de leden, mevrouw Wuiten. Voorzitter, rond dit onderwerp is er natuurlijk een schriftelijk overleg geweest. We hebben de reactie van de staatssecretaris ontvangen. Dat is voor ons aanleiding om toch een kort commissiedebat aan te vragen. Wellicht met een maximale spreektijd van 2 minuten. Met ook het verzoek om er een korte technische briefing aan vooraf te laten gaan. En ik begrijp dat dat een formule is wat kan. Ik ga de vraag even specificeren, want ik hoor mevrouw Wuiten een kort commissiedebat zeggen. Bedoelt mevrouw Wuiten daar een 2 minuten debat bij? Mee? Is dat de formele term? Ja. Nee, dat is geen 2 minuten debat. Dat is niet de formele term. Commissiedebat, dat is zeker een verschil. Juist. Maar dan zou ik mevrouw Wuiten iets specifieker willen horen over wat dan een kort commissiedebat is. Dat is hetzelfde wat we daar eerder over hebben gevoerd met betrekking tot sitestages. Dus dat is een commissiedebat. Wat we bondig houden door bijvoorbeeld van tevoren aan te geven dat de spreektijd wordt beperkt tot een maximum tijd van 2 minuten. Ja? Dus het is een commissiedebat, formeel. En uw tweede verzoek was om een technische briefing voorafgaand aan dat commissiedebat te organiseren. Correct. Het is met betrekking tot die legislatieve terughoudendheid en datgene wat we nu meekrijgen zo gecompliceerd dat ik daar wel technisch beter over geïnformeerd zou willen worden. Ja. Ik krijg natuurlijk van de deskundigen aan de andere kant. Er komt nog een uitgebreide brief. Voor de zomer nog. Wil mevrouw Wuiten deze brief afwachten en die dan ook meenemen? En ik ben gewend vanuit de commissie VWS, als je een technische briefing voorstelt, dat je dan ook een voorbereidingsgroep instelt om dit te organiseren. En wellicht kan die vraag daar dan in meegenomen worden. Ik weet niet of er een specificatie is wanneer die tweede brief zou komen. Want het technische briefing afwachten op die brief van de staatssecretaris, dat zou ik zeggen nee. Dat zou wel al georganiseerd kunnen worden. Als we iets meer weten wanneer die tweede brief zou komen, dan is het beter in te plannen wanneer we dat commissiedebat daarover inderdaad organiseren. De staatssecretaris heeft aangegeven dat ze voor de zomer met een brief komt, ook met een nadere specificatie van de criteria en de prioritering, et cetera, en het uitleggen van het principe. Maar die komt voor de zomer, is nu gezegd. Ik kan navragen wanneer precies, maar ik kan me voorstellen dat die brief raakt aan dit onderwerp, laat ik het zo zeggen. Kijk, mijn voorkeur zou natuurlijk zijn dat het korte commissiedebat voor de zomer wordt georganiseerd. Als wij de staatssecretaris zouden kunnen vragen of dat dan een week daarvoor bijvoorbeeld zou kunnen zijn, dan kan dat prima, denk ik, voorzitter. Dan ga ik kijken of ik dit tot een soort afronding kan krijgen. Dan stelt mevrouw Wuiten voor om een kort en bondig commissiedebat te voeren met een maximale spreektijd van 2 minuten voorafgaand. Of de technische briefing daaraan voorafgaand, die afhankelijk is van de brief die de staatssecretaris toegezegd heeft om te sturen. En daarvan gaat uitgezocht worden wanneer die gaat komen, zodat het ook in de lijn der dingen goed weggezet kan worden. Ja, voorzitter. Met die verstanden dat ik geloof dat, u concludeerde dat de technische briefing niet op de brief hoeft te wachten. Als ik dat begreep uit uw samenvatting, ja. Ja, dit staat correct in de notulen nu. Dan ga ik door naar punt 8. En dat is volgens mij ook een samenvoeging met punt 9. Want punt 9, aangehouden brieven in zaken wederopbouw sint Maarten na orkaan Irma, is aangehouden. En hetzelfde voorstel ligt er nu voor punt 8. Kabinetsreactie, beleidsdoorlichting van beleidsartikel 8 van het begrotingshoofdstuk 4. Koninkrijksrelaties, wederopbouw, bovenwindse eilanden. Daar staat een voorstel om het aan te houden tot de volgende procedurevergadering en de staf te verzoeken om een stafnotitie. En ik kijk naar de leden. En hier wordt instemmend geknikt.
Ja, met die opmerking dat mijn suggestie was om die beleidsdoorlichting toe te voegen aan dat commissiedebat CAS. En dat er geen, wat mij betreft geen feitelijke vragenronde nodig zou zijn. En dat we dan inderdaad de stafnotitie die is aangegeven, bijvoorbeeld dan daarbij behulpzaam zou kunnen zijn. Als het geen vertraging geeft, en dat blijf ik natuurlijk. Mevrouw Wouter, ik geef mevrouw Kamminga het woord. Ja, ik zit nog wel even na te denken. Ik ben er niet per se tegen, hoor. Maar ik zit ook even te kijken, toch even naar de thematiek. Want op zich, wederopbouw Sint Maarten is natuurlijk nog best een fundamenteel onderwerp. Dus daar zit nog eventjes mijn... Dan kijk ik ook wel even naar mijn buurvrouw, nogmaals. Ik heb er niks op tegen, want ik vind ook dat we moeten voorkomen dat we ongeveer iedere week op een duur een debat gaan hebben. Als ik ook naar de planning kijk, richting de zomer. Dus, maar dan zou ik... Als we dit erbij voegen, dan zou ik het heel specifiek willen houden. Dan zou ik echt willen zeggen, dan gaat het over die onderlinge regelingen en wederopbouw Sint Maarten. En dan moet het dat ook zijn. Want ik vind dit twee hele fundamentele onderwerpen die volgens mij wel die aandacht verdienen. En als we dan vervolgens daarna nog weer allerlei brieven, dan vind ik dat we op een punt komen om een separaat verzameld debat kast te gaan organiseren. Want anders dan doen we echt tekort aan deze thema's, zou ik zeggen. Voorzitter, ik sluit me helemaal aan bij dit verzoek. Dat we tot die twee onderwerpen beperken, want anders komen we in het gedrang. En ik probeer natuurlijk ook inderdaad rekening te houden met signalen die wel eens vaker zijn afgegeven. Dat ik soms iets te enthousiast ben met debatten. En dat we daar zuinig mee om moeten gaan. Zeker ook mijn buurvrouw aan de linkerkant die dat heel vaak vraagt. Dus vandaar dat ik dacht, nou, dat combineren we het. Maar ik ben wel eens, niet meer dan die twee dan. Ja. Dat was de conclusie die de voorzitter van de commissie ook wilde delen met deze commissie. En volgens mij is het nu goed verwerkt in de notulen. En daarmee zijn punt 8 en 9 afgehandeld. Dan komen we bij de lijst overig met agenda punt 10. Verslag van een werkbezoek van de delegatie van de vaste commissies voor Koninkrijksrelaties van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan Bonaire en Curaçao. Daar ligt een voorstel ter bespreking. Wenst de commissie in aanvulling op het verslag van de werkbezoek en de afsprakenlijst nog aanvullende vragen naar aanleiding van de IPCO-reis aan de staatssecretaris voor te leggen. En ik voeg daarbij toe dat als het antwoord hierop ja is, of de commissie dan ook nagedacht heeft over een inbrengdatum. En ik kijk naar de leden. Voor mij is inderdaad het antwoord ja en ja bij beide voorstellen. Een deadline is inderdaad belangrijk. Direct na het reces? Of willen jullie dat al veel eerder in het reces? Kijk eventjes toch, voorzitter, naar commissiestaf. Want anders zou het direct in de eerste week na het reces. Dank, mevrouw Wuiten. Dan kijk ik ook even naar mevrouw Kamminga. Ja, dank. Voor mij was hij eigenlijk best wel compleet en heb ik niet per se die behoefte. Maar goed, ik vind het prima om mevrouw Wouter in haar verzoek te steunen. Dan kan ik ook altijd deze steen nog even kijken of er nog iets is. Maar laat ik het zo zeggen, als het direct na het reces is, zou ik het dan niet bij voorkeur niet op de dinsdag na het reces. Dan zou ik wel pleiten voor bijvoorbeeld de donderdag na het reces. Maar goed. Maar qua tijd laat ik het aan u. En nogmaals, voor mij hoeft dit niet per se. Ik ga even het woord geven ook aan de griffier, omdat het ook werkinzet van deze collega's vergt. En dan is het ook fair om daar zelf ook even een inbreng op te kunnen leveren. Gaat uw gang. Eén praktische vraag meer aan de commissie. Als we ter overweging om het verslag wel alvast voor kabinetsreactie voor te leggen, zodat men daar mee aan de slag kan en die vragen dan los te trekken daarvan en die op een later moment apart in te sturen, dan... Jazeker. Ik dacht ook dat werd bedoeld eigenlijk met de verzoeken. Ja, ben ik ook ermee eens. En ik zal een beperkt aantal vragen hebben. Ik neem aan dat je vragen mag stellen niet alleen maar over IPCO-verslag, maar ook over het werkbezoek. Dat is één verslag, dat zit bij elkaar in. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dan moeten we nog wel tot een inbrengdatum komen. En de woensdag of donderdag na het reces wordt hier positief bevestigd. En aan de andere kant ook. Dan leggen we dat vast. Dan ga ik door naar agenda punt 11. Overzicht documenten met de commissie KR als volgcommissie. Daar staat als voorstel ter bespreking zijn er zaken waar de commissie andere commissies op wil attenderen of over wil informeren. En dit is volgens mij een vast punt op uw agenda. En dit betekent als er nu geen reacties zijn of wel reacties zijn dat dat dan weer wordt meegenomen. Er wordt heel enthousiast geknikt en ik zie mevrouw Wouter haar hand opsteken. Gaat uw gang. Volgens mij is de intentiebrief Economische Ontwikkeling Caribisch Nederland misschien de suggestie om dat ook naar EZK door te sturen. Mevrouw Kamminga? Oké,
Dan is dit afdoende voor punt 11. Dan gaan we naar punt 12. De stafnotitie mandaat EU-rapporteurs relatie Caribisch deel Koninkrijk met EU. Ter bespreking kan de commissie instemmen met de voorgestelde invulling van het rapporteurschap. Dit zat ook bij de stukken. En verleent de commissie de rapporteurs het mandaat om namens de commissie de genoemde activiteiten uit te voeren. En dan kijk ik naar de leden van deze commissie, die volgens mij ook de leden Daarom. Zijn van... Ik wilde dat u zeggen, wij zijn beide de rapporteurs. Dus dan volgens mij, om het u ook makkelijker te maken, volgens mij zijn wij akkoord met wat er voor ligt. Ja. Maar ik dacht, voor de mensen die meekijken, en omdat u ook het woord voert namens mevrouw Van den Berg, wilde ik u toch nog enige ruimte geven om kritisch op uw eigen rol en functioneren te zijn. Maar hiermee is dan ook punt 12 afgehandeld. Dank u wel. Punt 13... De stafnotitie debatwijzer verzamel commissiedebat best 13 april 2023. Desgewenst, die is al reeds betrokken bij het commissiedebat. Agenda punt 14, openstaande verzoeken aan bewindspersonen. Zijn daar nog op- of aanmerkingen over? Ik hoor de leden wel, maar niet op dit punt. Ja, oké. Okay. Ja. Dan gaan we over naar de planning van de werkzaamheden. Agenda punt 15, geplande activiteiten van de commissie. En dan staat er bij de nog te plannen activiteiten. En dan met name dat gesprek rondom de college financieel toezicht. Voorstel besloten gesprek plannen op woensdag 24 mei om 3:00. U bent niet met een hele grote delegatie. Ik kijk wel even naar u. En is het dan de gewoonte om nog een e-mailprocedure te starten? En dan starten we vervolgens ook een e-mailprocedure voor de overige inventarisatie van de leden. Dan sluiten we daarmee dit punt ook af. Punt 16... Behandeling van de jaarverantwoording 2020 in commissies. Hier liggen twee punten ter bespreking. Het eerste is wenst de commissie een wetgevingsoverleg te plannen over het jaarverslag en de slotwet. En zo ja, wenst de commissie ook rapporteurs aan te stellen. En het tweede bespreekpunt is wenst de commissie gebruik te maken van het aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een briefing over diens verantwoordingsonderzoek. En dan kijk ik naar de leden en geef ik mevrouw Kamminga het woord. Dank u wel, voorzitter. Bij punt 1 zou ik zeggen dat ik het een verstandig idee vind om een wetgevingsoverleg te plannen. Wat mij betreft hoeft er niet per se een rapporteur te worden aangesteld. Volgens mij hebben we het de afgelopen keer ook niet gedaan en ging dat prima. Bij punt 2 lijkt mij ook nuttig. Ik zie wel 5 leden staan. Ik zie dat in sommige andere commissies waarin ik zit en wellicht gaat dat daar niet goed. Dat we de 4 hanteren. Want ik zie dat als we 5... met de 5 hanteren, dan wordt het denk ik wel ingewikkeld als ik ook naar onze opkomst kijk. Maar... Nou ja, ik zou beide wel willen en ik zal zorgen dat ik erbij ben, tenzij er echt iets geks gebeurt. Maar nou ja, ik realiseer me wel dat het wellicht niet gaat lukken om 4 tot 5 leden bij elkaar te verzamelen. Voor de duidelijkheid, het is 4 leden en 1 voorzitter en waarschijnlijk ben ik dat dan. En dan zijn er waarschijnlijk 4 leden om dit door te laten gaan. Mevrouw Wuiten? Eens sluit me aan bij het voorstel van mevrouw Kanninga. Dus geen rapporteur, wel WGO. Graag ook een technische briefing van de Algemene Rekenkamer. Oké, dan wordt dat georganiseerd. Agenda punt 17. Verzoek Eilandsraad Saba voor gesprek in de week van 5 tot 9 juni. Hiervoor wordt een gesprek gepland, als het goed is. We hebben dezezelfde vraag ook bij de commissie VWS gekregen. En dan punt 18. Deelname vanuit commissie Koninkrijksrelaties voor de V100. Dit heeft volgens mij al eerder op de agenda gestaan en mevrouw Wuiten is lid neemt hier aan deel. Maar de vraag is of er nog een tweede lid vanuit de commissie deel kan nemen. En zo niet, dan mag mevrouw Wuiten de honneurs alleen doen namens deze commissie. Maar ik zag mevrouw Kamminga namelijk al nee schudden. Dus dan is dat denk ik de conclusie. Mevrouw Wuiten. Ja, ik zal nog eventueel kunnen kijken of ik links en rechts om me heen kan vragen. Die moeite wil ik nog wel doen. Nu ik merk dat het dus moeilijk is. Maar prima om het alleen te doen. Dan kan ik ook terug rapporteren daarover. Dan zijn wij door de punten van de agenda. En dan rest mij nog de rondvraag. Dan kijk ik naar rechts. En dan allereerst mevrouw Wuiten. Mevrouw Kamminga. Dan wil ik u allen bedanken voor heel kort en bondig vergaderen. Ik wil de mensen die thuis meegekeken hebben ook een hele fijne dag wensen. Ik wens de leden nog een hele fijne werkdag. En dank voor de altijd fijne ondersteuning. En dan hoop ik u op een ander moment weer te treffen. Dank u wel.